Ja, vrienden, ik heb het al eens eerder gezegd. Het is maar dat je weet hoe de hazen lopen. Ja, daar gaat het om. En jullie zien dat natuurlijk ook, net als ik. Ja, jullie snappen ook wel hoe de hazen lopen ongeveer. Maar voor de mensen die dat niet elke dag volgen en die dingen, weet je al, die druk zijn met hun werk en noem maar op, geef ik het toch nog even aan hoe het ongeveer zit met die hazen. Hè? Want we hadden pas geleden al dat er geen debat zou komen op tv. Hè? Want nee, de VVD had geen zin om met de BBB en met Ja 21 in debat te gaan. Ja, en goed, dat wilden ze niet, hè, bij de Jinek. Nou, en wat zien we dan nu gebeuren? Ja, daar zit dus Rutte. Die zit dus helemaal alleen. Die hele tafel is helemaal schoongeveegd. Niemand mag in de buurt komen. En die Rutte die krijgt dus gewoon alle tijd om zijn verhaaltje te doen. Nou goed, dat is dus duidelijk. Dat hebben we dus nu gezien. Dat hele Hilversum, die zitten werkelijk met hun arm helemaal tot hier aan de oorlel. Zitten ze erin bij de politieke partijen in de coalitie. En oh god, maak geen foutjes. Want je krijgt geen minister of staatssecretaris meer aan je talkshow tafeltje. Nou goed, zo zit het dus. Nou, dan weten we dat. Maar wat blijkt nou bij het AD? Ja, vrienden, het AD, die kunnen er ook wat van. Ja, hier, kijk even mee. Dit was dus een paar dagen geleden. Toen hadden ze dus dit interview met de kakelende. Ja, en die kon gewoon ongestoord haar verhaaltje doen. Ja, er werd niks in de weg gelegd bij de kakelende. Niks over de rel toen met grensoverschrijdend van Drimmelen binnen de partij. En zo, niks over waar blijf je nou met je transparantie en je nieuwe elan. Niks over het geschutter met het asielbeleid. Helemaal nul. Die mocht ook gewoon keurig babbel de babbel doen in het AD. Maar wat gebeurt er nu? Tuurlijk, de BBB rukt op en die D66, die bellen natuurlijk met het AD. Die zeggen, kun je dat BB eens eventjes afbranden? En kijk wat er gebeurt vandaag. Hier, huppatee. Kijk, zie je het? Dit hele vervelende stukje over de BBB. Uitgebreid wordt van de plas daar afgezeken. Onze Caroline, met over hoe zij debatten aangaat en hoe zij dat doet. Oh, is me dat even fout, vrienden. Ja, maar goed, we weten nu hoe dat zit, hè, in de media. Ja, coalitie beschermen en Caroline aanvallen.